En het bijzonder Anna Tananjan. Klopt. Mijn uitspraak van jouw naam zal ongetwijfeld onrecht doen aan, aan de Armeense articulatie, Anna. Maar wat klinkt jouw naam, ondanks mijn Hollandse tongval, exotisch en vooral ritmisch? En evenals jouw schilderstijl, die jou zo typeert, die ook exotisch en ritmisch en krachtig is, en wordt onderstreept door kleuren. En dat in mijn dorp Laren, dames en heren. Laren heeft een rijke historie met beroemde en bekende kunstenaars en schilders. En is ook een dorp van tradities. Die tradities staan vernieuwing niet in de weg. Integendeel, vernieuwingen zijn noodzakelijk en ze zijn welkom. En mede dankzij kunstenaars zoals jij, Anna, worden wij getrakteerd op een nieuwe kijk op expressie. En vandaag wordt jouw werk door ons met respect en met bewondering ontvangen. Nu ken ik Anna's werk, dames en heren, al van eerdere exposities. Het is onderscheidend, het is inspirerend en het is anders. En altijd spraakmakend, Anna. Er hangt ook een werk van Anna in ons raadhuis. Mijn pak is te glad voor, zie je dat? Ik trek er niks van aan. Ik wil hem nog even vragen. Zoals je mag ik ook. Verwachten hangt in ons raadhuis een eyecatcher. Een ode aan Holland. Waarin stereotypen als klompen, molens en wietplanten op een manieristische wijze zijn samengevoegd. Zelf ervaar ik het een beetje als een knipoog naar de jugendstil.